voor het kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb vandaag weer die nagelcursus. En ik moet een beetje opschieten, want ik moet dus nog tanken met de scooter. Het is nu iets voor 8:30. En ik wil er eigenlijk om 9:00 zijn. Want je hebt er allemaal auto's geparkeerd. En daarachter moet mijn scooter staan. Maar als er allemaal auto's staan, kan ik daar niet meer staan. Dus ik moet er eventjes ietsjes eerder zijn. En ik moet ook nog iets regelen voor vakantie. Dus vandaar dat ik er ietsjes eerder heen ga. Het duurt ongeveer tot 4:00. En dan ga ik weer lekker naar huis. Ik heb een jasje aan van Colorful Rebel. Trui van Alex Label. Broek van Nicky en mijn Yeezys. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren na die cursus echt niet echt meer gefilmd. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik voelde me gisteren helemaal niet zo erg lekker. Ook op die cursus ging ik bijna van mijn stokkie. Die vrouw zei opeens, Jezus Fleur, wat trek jij wit weg? Ik was helemaal misselijk en duizelig. Ik had het gevoel dat ik moest overgeven. Dus ja, ik voelde me gisteren gewoon niet zo erg lekker. Dus ik heb verder ook niet meer gefilmd. En ook niks gedaan eigenlijk. Vandaag ga ik wel iets heel erg leuks doen. Ik ga zo meteen eventjes met Zoe een fotootje maken in de stad. En ik moet eventjes iets terugbrengen bij de Boer en Beer. Dus dat gaan we doen. En daarna rijden we door naar Jet. Want Jet die woont dus sinds kort op zichzelf met Sarah. Dus dan gaan we met Jet daar eventjes gezellig lunchen. Gaan we even wat lekkere hapjes halen en zo. Dan gaan we bij haar thuis gaan we, ja, dat opeten. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb vandaag deze jurk aan van Lovis. Ik zal hem eventjes goed laten zien. En normaal gesproken zou ik echt nooit zo'n jurk aantrekken als ik naar de stad ga. Of gewoon met vriendinnen ga lunchen. Maar ik moet er dus eventjes een foto mee maken. Ja, dat ga ik dus doen met Zoe. En op zich vind ik het daardoor ook wel leuk dat ik hem wel een keertje zoiets aantrek naar vriendinnen. Want normaal is het altijd gewoon een broek met een trui en klaar. Maar dit vind ik ook wel een keertje leuk. Ik ga even kijken of er nog wat te eten is in dit huis. En dan ga ik zo meteen naar de Action. Want ik moet nog eventjes verzendzakken hebben. En ik moet nog kijken wat voor soort jasje ik hier op doe. Ik dacht eerst een jasje van Lovis. Die witte leren met die franjes. Maar die is best wel oversized. En op zo'n jurkje vind ik dat op zich wel leuk. Maar ja, ik weet niet hoe nog. Oké, je moet even niet op die plank hier leggen. Maar mijn vader is een tafel aan het maken voor een vriend van hem. Maar dit is nu dus wat ik aan heb. Dit jasje is van Naked, van de Kim Veenstra lijn met die franjes op je rug. Dan heb ik mijn Yves Saint Laurent tas en dan die jurk van Lovis met mijn Isabel Marantz eronder. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Ik weet niet zeker. Ik ga nu even snel naar de Action om verzendzakken te halen. Want het is nu hoe laat? 11:55. Dan, ik denk dat ik een kwartiertje, 20 minuutjes weg ben. Dan ga ik Bodie uitlaten en dan ga ik daarna Zoe ophalen. Ja, echt op joh. Waar is Bodie? Lekker jongens, hé. Kom maar aan hoor, maak je bezig. Wat dacht ik nou? Oh, de wifi. Je hebt nooit wifi. Oh, ja. Wifi de club. Laat me met rust. Die spreek ik alvast lekker. Alle mannen en mijn boys. Tot zoiets. Nee, dat gaat helemaal niet. Wat zegt hij dan? Kom binnen met mijn boys. Jij stond in de rij. Ja, ik was zo binnen. Oh ja. Oké. Okay. Heb je glazen? Nee. Ja, tuurlijk. Heeft ze niet. Oh nee. Ik blijf op mijn plek. Ik ben een babybelletje eten. Hey, het is nu woensdag, hè? Kijk hoe roze ik ben. On Wednesday we were pink. Ik ben thuis al een tijdje van Jet. Het is nu 7:50. En ik weet niet waarom, maar mijn ogen en heel rood. En heel zwart lijkt wel. Maar er zijn wat pakketjes binnengekomen. Oh, ik had wat dingen besteld voor vakantie. Voor over 2 weken. En ik had vorige week ook al een bestelling geplaatst. En ik wilde er eigenlijk een aparte video van maken. Maar ik dacht, ik doe het wel gewoon lekker hierbij. Als eerste dit shirtje van de Zara. Heb je me vorige week nog al kunnen zien. Heel simpel crop topje. Oh. Maar echt heel chill. En die heb ik ook in een blauwe kleur. Ik heb vooral best wel veel basics besteld. Deze. En deze waren dus maar 6 euro. En dit is de code. Ik ga geen linkjes in de beschrijving zetten. Maar als je nu gewoon deze als je hem nu gewoon op pauze zet en deze code intypt bij de Zara, dan vind je hem. Ook de grijze. Dus daar heb ik er 2 van. Bij de Pool & Bear had ik dit topje besteld. Maar die heb ik volgens mij wel al laten zien. Het is een off-shoulder topje. En daar is dit de code van. Deze is dus van de Pool & Bear. Deze heb ik dus in een S. En die andere 2 topjes heb ik ook in een S. Dan een pakketje van de Bershka. Daar heb ik nog 2 topjes besteld. Ook voor vakantie. Weer zo'n blauw kleurtje. Zo'n haltertop. En hier staat geen prijs op. Misschien op dit kaartje. Volgens mij waren deze ook 6 euro.
Nou, er zit geen prijs bij. Maar volgens mij waren deze ook 6 euro. En dit is dus gewoon zo'n haltertopje. En er zit dus een klein ribstofje in. En deze heb ik in een XS. En die heb ik ook nog in een beige kleur. Ik zag toevallig dat Rosa deze ook had. Maar toen had ik hem al besteld. Dus weer heel toevallig. Maar dus een beetje in een beige kleurtje. En ook weer met zo'n ribstofje. Ook in een XS. Maar die leek me wel heel erg chill. Gewoon voor op een shortje voor op vakantie. Dan nog een pakketje van de Zara. Dat zijn ook weer twee hele basic topjes. Als eerst deze. Ik had dus laatst een foto in mijn story gezet. Van een Naked kortingscode. En daar had ik dit shirtje dus aan. Die was van Rosa. Maar is altijd uitverkocht. En nu kreeg ik dus weer een melding dat hij er weer was. Gewoon een heel simpel t-shirtje. Maar aan de zijkant heeft hij dan. Dat het zeg maar zo. Ja, hoe noem je dat? Gewoon opgetrokken is met die touwtjes. En deze kost ook geen rol. 8 euro. En die heb ik ook in een maatje S. Want dat is de kleinste maat die ze hebben. En die, precies diezelfde heb ik ook in het wit. Ik dacht, ik vind ik ook wel leuk voor op een leuk kort broekje of zo. Voor in Italië weer. Dan nog een groot Zara pakket. Oh, deze vind ik heel leuk. Ik hoop dat die past. Hij ziet er echt heel groot uit. Ik heb ook een S besteld, maar oké. Als eerst dit topje. Het is dus met allemaal kant eraan. Het is dus een crop topje. Maar de XS was uitverkocht. Dus ik heb een S besteld. Hij was in de sale. Hij is van 30 naar 10. Dus ik hoop dat deze past. En anders dat er nog een XS terug op voorraad komt. Ik zal zo alles ook wel eventjes aantrekken. Oh, deze vind ik heel leuk. Deze is wel van de nieuwe collectie. Deze heb ik ook gewoon in XS. Dat was 26 euro. En dus is dit off-shoulder blouseje. Wit. En er zit er een beetje een soort van beige gele stipjes op. Echt heel erg schattig. Die is dus wel van de nieuwe collectie. Dan, even kijken. Nog een topje uit de sale. En deze had ik zo lang, zeg maar. Je hebt bij de Zara kan je je favorieten aanvinken. En ik had deze in mijn favoriet staan. Omdat hij iedere keer in de S uitverkocht was. En hij was eindelijk op voorraad. Dus ik heb hem gelijk besteld. Dat is dus deze haltertop. In een beetje een crème kleurtje. Ik vind het echt heel mooi. Het is een soort van gehaakt of zo. En hierachter heeft hij dus ook nog zo'n elastieke band. En van achter is hij wat lager uitgesneden. Even kijken of ik dat goed kan laten zien. Kijk. Echt heel mooi. En deze was nu in de sale ook maar 10 euro. Normaal was hij 20. In een maatje S ook. Dan heb ik nog deze blauwe body. En ik had deze al. Oh. Kijk nou hoe lelijk. Komt gelijk een haaltje in. Deze blauwe body had ik al. Alleen Dagmar die had die toen geleend. Naar een soort festivalfeestje ietsachtig. Maar die had dus een tasje om. En dat was helemaal lelijk gaan zitten daar. Dus ik dacht, dan heb ik er gewoon eentje die lelijk mag worden. En gewoon één mooie nette. Dus die heb ik eventjes opnieuw besteld. En deze halter bodies die zijn echt geweldig. Ik heb, even kijken. Zwart, wit, nude, blauw, oranje, groen. Ja, 6 kleuren. Ik vind deze wel echt heel erg mooi. Dus die. Oh, ik heb die kaartjes helemaal niet laten zien. Wat irritant. Dit is die blauwe body in een maatje S. Dit is dat off-shoulder topje. In een XS. Dit is die hele grote top. Ik denk echt dat die te groot gaat zijn. Dat is dit de code van deze shirtjes. Die witte en die zwarte van de Zara. Hier is dit de code van. En die topjes van de Bershka. Heb je ook een code? Ja. Dit is de code van de Bershka. En dan heb ik bij de Zara nog echt iets heel leuks. Bij dit weer hetzelfde verhaal. Hij was iedere keer uitverkocht en nu was hij er weer. Het is namelijk een sjaaltje. Maar je kan dit dus ook als top dragen. Ik vond die kleuren echt heel mooi. Heel blauw en rood. Deze was 9,95. En kijk, het is dus zo'n grote sjaal. Je kan het dus bijvoorbeeld in je haar doen of aan je tas dragen. Maar wat ik dus zag op de Zara site zelf, was dat als je hem zo hebt, kun je hem zo strikken. En dan heb je dus gewoon een topje. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. En dan als laatste bij de Zara nog een groot shirt. Ik dacht dat is wel heel erg chill voor op het strand. Voor over je bikini heen. En ik heb een XS en een S besteld. Even om te kijken welke mooier zou zitten. Want ik wil hem wel een beetje oversized. Maar zo te zien is deze XS al genoeg oversized.
Maar ook weer in zo'n mooie blauwe kleur. En deze hadden ze ook nog in het wit en in het zwart volgens mij. En daar is dit de code van. Dus ik zal het eventjes allemaal aantrekken. En aan jullie laten zien. Oké, dit is als eerste het blauwe topje. En deze heb ik dus ook in het grijs. Ik ga hem niet in het grijs aantrekken, maar... Maar weet je een beetje hoe die zit? Deze vind ik echt heel erg chill. En deze hebben ze ook nog in meerdere kleurtjes. Ook nog in het paars, in het blauw en in het wit. Maar ik vond die grijze en die blauwe wel leuk. Dus die. Dit is dat topje van de Pull & Bear. Maar ik weet niet of ik die zo heel leuk vind. Hij zit ook bij mijn armen best wel strak. Terwijl dit is al een S. Misschien dat ik deze wel terug ga brengen gewoon. Want ik weet niet. Ik vind hem niet heel leuk eigenlijk. Hij maakt me ook heel breed ofzo. Nee, deze ga ik niet terugbrengen. Dan dit topje van de Bershka. Die vind ik wel echt heel mooi zitten. Het sluit echt heel chill aan. Het is ook echt precies dezelfde kleur als mijn joggingsbroek. Maar deze joggingsbroek is van de Stradivarius. Niet van de Bershka. Maar echt heel leuk. Hij schijnt een klein beetje door, maar het valt eigenlijk wel mee. En deze heb ik dus ook in blauw. En je kan ook gewoon je BH eronder dragen. Dat zie je ook niet. Dat is ook echt heel chill. Dus die. Dit is dat witte shirtje van de Zara. Deze schijnt wel... Een beetje door, maar vind ik op zich niet heel erg. En lijkt me heel erg leuk op een lichtblauw spijkershortje of zo. Kijk deze. Als je deze er dan zo onder, lijkt me dat ook wel heel erg leuk voor vakantie. Dan met die touwtjes zo aan de zijkant. En deze heb ik dus ook nog in het zwart. Dit is dat topje, maar hij is echt te groot. Want kijk, hij zakt zo af. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. Dus ik ga denk ik de site in de gaten houden of er nog een XS online komt. Maar hij was in de sale, dus ik denk het niet. Kijk, hij hoort zo te blijven zitten, maar bij mij... Valt die af. Ik vind het wel een heel leuk topje, maar hij is gewoon echt te groot. Deze past niet. Hij plet echt alles helemaal plat. Ik krijg hem ook niet dicht hier aan de zijkant. Er zit zo'n... Nou, misschien dat ik hem wel dicht krijg, maar... Oeh, ik krijg het heel benauwd hierin. En hij schijnt echt mega erg door. En hij zit gewoon... Je ziet het ook. Ik word gewoon vierkant ervan. Nee. Ik denk ook niet dat ik deze in een maatje groter ga bestellen, want hij schijnt echt heel erg door. Het is op zich wel leuk, maar wat moet je hier dan onder dragen? Want letterlijk, het is gewoon doorzichtig, dus alles gaat doorschijnen hierin. Oké, dit is die blauwe body. Ik ga hem niet helemaal aantrekken, want daar heb ik geen zin in. Maar dan weet je wel een beetje nu hoe die staat. Ik draag ze eigenlijk altijd gewoon zonder BH eronder. Dat vind ik het mooist, want anders zie je hier zo'n randje uitsteken. Maar deze. Oké, deze weet ik niet zo goed of ik die nou leuk vind. Hij laat me heel breed lijken hier aan de bovenkant of zo. Maar ik vind het printje en het model wel echt heel erg leuk. Maar ik zou er sowieso een strapless BH onder doen, denk ik. Dat je dit allemaal niet ziet. Of gewoon geen BH eronder. Maar ik weet niet, hij laat me best wel een soort groot lijken. Voelt het of zo? Voelt het wel mee? Ik vind het wel heel erg mooi. Met al dat gehaakte zo erop. En dan dit shirt. Hij is best wel lang. Dit is de XS. Maar ik denk dat ik deze wel ga houden. Ik ga nog eventjes die S passen. Maar ik denk dat een XS wel groot genoeg is. Gewoon lekker voor op het strand. Om gewoon even over je bikini heen aan te trekken of zo. Als je ergens even wat gaat eten. Dus deze. Dit is die S. Ik vind die wel ietsjes te groot hier misschien. Ik weet niet of ik heel veel verschil zie. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon die XS doe. Die vond ik wel goed zitten. En ik zal nog even dat sjaaltje omdoen. Om te laten zien wat ik nou bedoelde. Kijk, dit is dat topje wat ik bedoelde. En ik zou er dan wel een strapless bij haar onder doen. Dat je niet die lelijke bandjes ziet. Oké, hij zit nu even heel lelijk. Maar dan snap je een beetje het idee. Dat je hem ook nog in je haar kan dragen. Vind ik ook echt heel leuk. Wat ik ga houden is eigenlijk alle basic items. Ik denk dat ik, nou, dat blauwe shirt in een S gaat sowieso terug. Want ja, ik ga de XS houden. Dit blouseje die gaat terug, want die is gewoon echt te klein. Dat andere blouseje die gaat terug, want die is te groot. En deze twijfel ik nog een beetje over. Want ik vind hem aan de bovenkant dat hij me zo groot maakt. Dus over die twijfel ik nog, want ik vind hem wel echt heel erg mooi. Het is vandaag woensdag, 12:30. Ik heb lekker heel de ochtend in bed series zitten kijken. Ik heb eventjes twee H&M pakketjes ingepakt, want die... Moet ik eventjes terugsturen. Dus dat is wat ik nu ga doen. En ik had dus... ik ga jullie eventjes tussen mijn benen inzetten. In de hoop dat dit blijft staan. Ik had dus een wit bikinibroekje nodig. En een zwarte. Maar ik kon nergens echt een mooie vinden. Want ik wil gewoon zo'nzelfde modelletje als die broekjes van Bio de Label. Alleen Bio de Label heeft nu andere soort modelletjes. En niet meer een hele zwarte of een hele witte. Althans niet die ik wil, zeg maar.
Dus ik ging bij Pretty Little Thing kijken. En toen zag ik dus dit broekje. Echt heel mooi. En die hadden ze dus ook in het zwart. Even kijken. Ze hebben ze ook nog in andere kleurtjes. Maar ook in het zwart. Echt een heel mooi broekje. En die waren dus maar 11,20 of zo. Dus die heb ik besteld. Maar de verwachte bezorgdheid is 7 augustus. En ik ga 3 augustus op vakantie. Maar jezus, maar is het ook lekker. Maar vorige keer dat ik bij Pretty Little Thing had besteld, was het ook al een week eerder binnen. Dus ik hoop dat dat deze keer ook is. Want dan kan ik ze nog meenemen naar Italië. Dat zou heel fijn zijn, want daar heb ik ze voor besteld. Ik had dus ook een pakketje bij Shein besteld. Echt. Ik ga even kijken wanneer ik het had besteld. Ja, het zou in ieder geval 25 juli binnen moeten komen. Dat is dus over 3 dagen. Maar volgens mij heeft iedereen gezeik met zijn Shein pakketjes. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus ik hoop dat hij ook nog op tijd binnenkomt. Want er zit een bikini bij die ik mee wil nemen op vakantie. Namelijk deze. Vind ik echt heel leuk. En ik had ook nog deze zonnebril gekozen. Of gekocht. Van die roze grote glazen. Die wilde ik ook mee op vakantie. Waarom kan ik niet zien wanneer ik die besteld heb? Nou, geen idee. Ik kan niet zien. Maar in ieder geval, ik hoop dat die dus op tijd binnenkomt ook. Maar Dagmar die had de 16e, dat zou iets bij haar binnenkomen. Bij haar is het ook nog steeds niet binnen. Dat is ondertussen al een week geleden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh my god, ik heb iets nog helemaal niet verteld. Ik legde mijn camera weg. Dacht, oh my god, dit moet ik vertellen. Als het goed is, had ik jullie volgens mij in de vorige weekvlog laten zien dat ik heel graag Chloe slippers wilde. En dat ik eerst weer dingen op United Wardrobe moest verkopen voordat ik ze van mezelf mocht kopen. Deze blauwe van Chloe. En ik heb ze vanmorgen besteld. Zo blij. Ze komen morgen binnen al. Echt super chill. Ik heb ze besteld bij Bo Berends. En ik wist dus niet zo goed welke maat ik nodig had. Want ik heb dus maat 36. Maar er stond op de site dat deze schoenen klein vielen. Maar ik heb altijd van Chloe 36. Als ik schoenen pas, zeg maar. Dus ik had hun een mailtje gestuurd van, goh, ik heb van de Chloe sneakers ook een 36. Die ook kleiner vallen, zeg maar. Toen zei ze, ja, dan moet je van die slippers ook gewoon een 36. En ze reageerde echt best wel snel. Dus dat is heel chill. Dus ik heb nu die blauwe slippers besteld in een maatje 36. En die komen dus morgen binnen. Ik kan echt niet wachten. Blauw is echt mijn lievelingskleur. En ik zat nog heel erg te twijfelen tussen de oud-roze. Die heb je ook, zeg maar. Maar blauw is toch wel echt mijn kleur. En ja, ik hou van blauw. Dus ja, die heb ik besteld. En nu moet ik eventjes moed gaan verzamelen om naar de Primera te lopen. Waar ik echt geen zin in heb, maar het moet wel echt gebeuren dus. De laatste tijd vind ik het dus zo heerlijk om in joggingsbroeken te lopen. Deze joggingsbroek is van de Stradivarius. En ik heb een G-Stef aangetrokken. Shirtje heel simpel van de H&M. En dit jasje is van Naked, van de Kim Veestra-lijn die ik gisteren ook aan had met die leuke franjes. Dus dat. Ik ga nu even die pakketjes op de post doen. En dan filmpjes kijken denk ik en sporten. Misschien. Het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren echt heel weinig gefilmd. Maar ik heb ook echt precies niks gedaan. Ik heb de hele dag hier zo op bed gelegen. En de buren zijn dus bezig met de schuur te schuren. En ik word helemaal lijp van dat geluid. De hele dag door. Ik zit eventjes lekker een vlogje te kijken. Ik heb net al gesport. Ik heb gedoucht. Ik heb make-up gedaan. Ik heb wel ook nog even een chill outfitje aan. Maar ik ga vanavond gezellig uit eten met Stacey en Lindsay bij Natsumi. Dat is een sushi restaurant in Voorburg. Volgens mij in Voorburg. Dus daar gaan we vanavond lekker uit eten. Maar ze hadden pas een 7:45 plek. Dus we gaan best wel laat eten. Maar we hebben wel al rond 4:30, 5:00 afgesproken. Want dan gaan we nog eventjes een fotootje maken in de stad in Den Haag. Even 2 fotootjes of zo. En dan daarna rijden we gewoon rustig naar Voorburg toe. Om daar lekker sushi te gaan eten. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En mijn slippers die ik gisteren heb besteld, die komen ook vandaag binnen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Het is 11:50 en 11:50. En het is nu 12:30. Dus we hebben nog ongeveer een uurtje. Dus ik hoop dat hij vandaag komt. Ik denk het wel. Ik zit eventjes de vlog van Yuji te kijken. En daarna ga ik mijn eigen vlog bewerken. Want die moet morgen online. En ik heb morgen niet echt tijd om dat te doen. En vanavond dus ook niet. Dus dat ga ik zo meteen alvast lekker doen. En wachten tot mijn schoentjes er zijn. Oh my god, jongens. Ah, mijn slippers zijn binnen. Ik heb ze wel even uit de zak gehaald. Ze zaten dus in een zak. Maar oh my god. Ah, ze zijn zo mooi. Ik heb ze namelijk al even opengemaakt. Maar ik zal ze nog een keertje voor jullie unboxen. Maar ik twijfel wel een beetje over de maat. Maar goed, in ieder geval een kaartje. De dustbag, zodat ik ze mee kan nemen op vakantie. De bon.
En oh my god. Ze zijn zo intens mooi. Ik vind die kleur echt heel mooi ook. Ja, echt heel blij mee. Maar ik heb dus een maatje 36 besteld. Want ik had hun dus een mailtje gestuurd met welke maat zou ik nodig hebben. En zij adviseerde mij 36. Maar ik denk dat ik ze toch iets te klein vind. Wacht, ik ga ze aantrekken. En even aan jullie laten zien. Zeg maar, ze zitten goed. Maar het is wel zo van, heb jij niet iets te kleine schoenen aan? Ik ga het laten zien. Kijk. Ze zitten echt op dat randje. Dus ik denk dat ik eventjes een foto ervan ga maken. En naar hun ga mailen wat zij adviseren. Want ja, die winkel zit echt 2 uur rijden hier vandaan. Dus ik ga ze niet helemaal daarheen natuurlijk. Maar oh my god, ik vind ze echt heel erg leuk. Echt heel blij mee. Maar ik had dus ook nog 2 andere dingetjes besteld. Dus die ga ik ook nog eventjes laten zien. Als eerst heb ik 3 nieuwe kleurtjes besteld bij Pink Jello. Het allemaal een beetje roze-achtige kleurtjes. Als eerst deze in de kleur Happy Pink. Dus echt zo'n fel roze kleurtje. Gewoon echt een bubblegum kleurtje. Dan Sunblaze Orange. Beetje een koraal oranje kleur. Oh, heel mooi deze. Ja, heel leuk. En dan nog Lily Lilac. Ik heb al 2 lila kleurtjes, maar deze vind ik ook wel heel mooi. Beetje grijs lila of zo. Dus dat zijn 3 nieuwe kleurtjes die ik heb besteld. En dan had ik nog iets op je Night Wardrobe besteld. Want een meisje die verkocht daar een Bio de Label bikini. En die wilde ik wel hebben. En die had ze dus nog nooit gedragen. Kaartjes en zo zitten er ook nog aan. Dit is de top. Dus met dat panter of dat tijgerprintje noemen we dit. Panter. Geen idee. Volgens mij tijger. En het broekje erbij. En zoals je ziet zitten de kaartjes er dus nog aan. Dus ze heeft ze ook nog nooit gedragen. Dus dat vind ik heel chill. En zelfs die hygiëne strip zit er nog wel gewoon in en alles. Maar die ga ik er wel uithalen. Dus dit vind ik heel vies. Maar die top ziet er wel groot uit. Terwijl ik altijd van de topjes een M heb. Maar ik ga het straks wel even passen. Valt die top dus. En ik ga gelijk even mailen voor die schoenen. Want ik twijfel echt over de maat. En ja, het zijn geen schoenen van 10 euro. Dus ik wil wel even zeker zijn dat ik de goede maat heb. Ik heb weer deze jurk aangetrokken die ik dinsdag ook aan had. Maar ik moet er nog eventjes een foto mee maken. En we gaan even foto's maken in de stad. Voordat we dus uit eten gaan. Dus ik dacht, dan doe ik die aan. En ik heb nog dit rokje bij me van Lovies. Daar ga ik ook nog eventjes een foto mee maken. En we moeten nog wat terugbrengen in de stad. Dus ik ga nu eventjes mijn jas aantrekken. Spullen pakken. En dan ga ik richting de stad. En dan meet ik daar met Stace en Lynn. Ik vind die jurk wel echt heel erg leuk. En deze jurk is trouwens ook van Lovies. Volgens mij had ik dat wel verteld. Maar die. En bij dat rokje doe ik dan dit topje aan. Van Chiquel. En dan met dit jasje van Naked eroverheen. En dit jasje van Naked doe ik nu ook weer gewoon aan. Dus ja. Echt blij. Hé, maar ik werd vanochtend om 6:30 wakker. En toen, oh, mag ik een Ik ben de vlog aan het werk en ik zie dat ik geen einde heb gefilmd. Dus dat doe ik nu eventjes. En ik wil nog eventjes 2 dingen zeggen. Aankomende vrijdag komt er geen weekendvlog online. Omdat ik dit weekend gewoon precies niks heb gedaan. Ik heb heel de dag op de bank gezeten. Zaterdag en zondag. En Queen of the South gekeken. En vrijdag heb ik heel de dag de nagels van Jet en Isa gedaan. Dus heb ik ook niks gefilmd. Want ik was daar gewoon heel de dag mee bezig. Dus ja, en ik wil ook geen stomme video's online zetten. Dus er komt geen weekendvlog. Maar vanaf die weken daarna komen er vakantievlogs online. Want ik ga bijna op vakantie. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben in die video's. En er komt ook voor jullie volgende week een kofferinpak video online. Dus hou daarvoor ook mijn kanaal in de gaten. En ik wilde eventjes mijn excuus aanbieden voor de afgelopen vlogs. Want in de afgelopen vlogs zat echt mega veel shoplogs. En ik kreeg een DM van iemand dat ze dat echt niet leuk vond. En dat ik jullie mee moet nemen in mijn leven. En niet moet laten zien wat ik alleen maar heb gekocht. Dus vanaf nu ga ik dat echt proberen te doen. Ik ga jullie meer meenemen in de dingen die ik doe. En wat minder pakketjes laten zien. En als ik inderdaad net zoals nu best wel veel pakketjes in een week binnenkrijg. Of dingen heb gekocht. Dan maak ik daar gewoon een shopblog van. Misschien dat dat iets beter is. Laat ook zeker weten als je wel gewoon de pakketjes wil blijven zien in de video. Want dan ga ik er gewoon een beetje een soort van mix van maken. Maar ja, dat. Ik hoop dat jullie die video toch een beetje leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video.
En dan zie ik jullie volgende week in de weekvlog weer.